Wordt fris, jongens. Goedemorgen YouTube. Tof dat jullie weer kijken. Mijn naam is Bastiaan en vandaag gaan we weer toffe dingen doen. Zoals jullie misschien ook kunnen zien, ik glim al lekker een beetje. En dat komt omdat ik al volle bak zonnebrand heb gesmeerd. We gaan namelijk vandaag het water op en ik ga jullie meenemen. En heel even kort, mijn droom is eigenlijk al een tijdje om een keer helemaal vanuit Zwitserland via de Rijn terug naar Nederland te varen. En waarom zouden we dat niet proberen met de allerkleinste boot, met de allerkleinste motor die je maar kan vinden. Voordat we dat avontuur aangaan waarbij ik jullie natuurlijk ook graag wil meenemen, denk ik van nou is het eerst wel verstandig om een keer een kleine testdag te plannen. Dus daarom, we zitten weer in de auto, we zijn onderweg naar Emmerich en daar heb ik bij een klein haventje een plek gevonden waar we de boot te water kunnen laten. Vanuit daar varen we de Rijn op en dan is het eigenlijk een kilometertje of 30 voordat we weer terug in Arnhem zijn. Hoe het gaat, geen idee. Eén ding is zeker, jullie gaan erbij zijn. Ik zie jullie zo in de haven. Jawel, dames en heren. We zijn in de haven. Daarachter kun je mooi de brug zien van Emmerich. Eens kijken of we een plekje kunnen vinden om de boot zo te water te laten. Oké. Nou, zoals jullie kunnen zien, achter me bootjes klaar. Zoals jullie kunnen zien, ik heb een kleine mount voorin voor de camera. Motortje hangt eraan. Ja, dit is hem dus ook echt. Een qua lengte misschien 2,5 meter bootje. Ik ga zo nog even mijn zwemvest aantrekken. Even de laatste spullen erin. En dan gaan wij naar die kant, boven mij, het water in. Dus ik zie jullie zo meteen op het water. Holy macaroni. Ik weet niet of het goed te zien is, maar achter mij hier is een forse heuvel met behoorlijk wat stenen en struiken. Daar moesten we net eventjes doorheen rijden met de boot. Maar goed, volgens mij zijn we redelijk safe en sound in het water gekomen. Dus we gaan aan boord, kijken of de motor start. Nou, we staan op punt om de veilige haven achter mij te verlaten. We varen nu als het ware een kanaaltje uit. Ik zal die zo meteen omdraaien, maar als ik hier voor me kijk, dan varen we nu bijna de Rijn op. We kunnen achter mij ook prachtig mooi de brug zien bij Emmerich. En wie heel goed kijkt, dan in de verte ook wel wat scheepvaart aankomen. Zien aankomen. Het is best wel drukke vaarroute. Iets verder draaien, zo heb ik een goed beeld. We gaan kijken wat we tegenkomen. Alrighty, nou, tijd even voor een kleine break. Ik vond hier een mooi klein inhammetje waar ik even rustig kan liggen. Ik wil even een paar dingen verplaatsen in de boot en ik merk dat ik toch net niet helemaal lekker kan zitten op de plek waar ik wil zitten. En het is tijd dus een beetje aan de inwendige mens gaan denken. Dus ik ga even lekker een hapje eten, een slokje drinken en smeer hem zo uit het water. Keihard geworden. Ah, ik moet zeggen jongens, het gaat tot dusver eigenlijk best wel lekker. Het valt me nog mee of tegen, het is net hoe je het bekijkt, hoe hard de Rijn hier stroomt. Echt wel toch zeker wel een kilometertje of 4 per uur.
En dat maakt dat we eigenlijk best wel goede vorderingen maken. Dus inmiddels zijn we al een heel stuk verder. We zijn net de grens overgevaren, daar zie je natuurlijk helemaal niks van. En als het goed is varen we nu weer gewoon in Nederlands water. Wat goed is om te weten, mocht je dit toch een keer willen doen. Ze vragen voor dit stuk van de Rijn, zeker het stuk in Duitsland, verplicht een vaarbewijs. Die heb ik natuurlijk ook bij me. Dus mocht we straks toch nog controle krijgen, dan kunnen we die gewoon laten zien. Even voor de beeldvorming. Hier hebben we een beetje fantasie. De E van Emmerich. Wij zijn hier net vertrokken. En dan zijn we een stukje aan het varen. En we zitten nu ongeveer hier in een inhammetje. Dan splitst de Rijn zich zo meteen. En die gaat hier verder in de Waal. Maar die kant gaan we niet op. Wij pakken deze splitsing richting Arnhem. Gaat die klein stukje omhoog. En dan krijgen we straks nog een splitsing. Omhoog richting Deventer. Dat is de IJssel. Die pakken we niet. Maar wij pakken deze stukje rechtdoor. En die kronkelt dan nog een klein stukje naar beneden. En als het goed is, zijn we dan over niet al te lang in Arnhem. Ik zat mij net te verbazen hoe lang het nog goed ging met de benzine, maar die is op. En het komt goed uit, want we zitten midden in het vaarwater. Oh, goeiedag zeg. Het ziet er zacht uit zo'n bootje, maar neem maar van mij in dat ik inmiddels echt een houten reet heb. We zijn rond 1:15 zijn we vertrokken uit Emmerich en inmiddels is het alweer 4 uur geweest. Dus we hebben alweer bijna 3 uur stuiter op het water op zitten. Inmiddels begint het op te schieten. Hier achter mij in de verte vaart het pontje van Huissen. Zo over niet al te lang varen we Arnhem binnen. Yes! Ik heb inmiddels pijn in mijn rug, maar zoals jullie kunnen zien, we zijn net Arnhem binnengevaren. Getuige hier de ene brug. Dan zie ik aan de andere kant eventjes laten zien de andere brug. Volgens mij ook daar in de verte ook nog een vliegtuig aankomen. Ah, tof, sodemietenshot. Het was echt al een behoorlijke zit. Ik kon daar net binnenvaren. We zijn om 1:15 vertrokken. En ik heb net even gekeken, het is nu 4:15. Dus we zitten, we zijn nog wel even gestopt, wat gevlogen met de drone. Maar al met al zijn we toch zeker 4 uur onderweg geweest. En ik ben er nog niet helemaal, want ik moet nog een klein stukje verder naar een strandje waar ik de boot weer het water uit kan halen. Jongens, in ieder geval ontzettend tof dat jullie mee waren met het avontuur. Vond je dit nou een leuk filmpje? Zorg dan zeker even dat je op die like-button slaat of abonneer je op mijn kanaal. Of ik met deze boot van Zwitserland naar Nederland ga varen. Daar moet ik nog eens even goed over nadenken. Getuige ook de pijn in mijn reet.
Maar het was wel tof om te doen, dus we gaan er zeker over nadenken. Nou, wil jij nou dat ik wel die tocht maak? Laat het dan ook even weten meteen in de comments. En anders zie ik je gewoon heel graag de volgende keer weer voor een nieuw gaaf avontuur. Goed zo, ciao ciao!